Ook een hele leuke wedstrijd is Cambuur L tegen Stormvogels T. Zijn twee ploegen die slecht zijn begonnen aan de competitie. Twee ploegen die zich goed hebben hersteld. Zijn ook twee ploegen die net naast de derde periodetitel grepen. Maar ook allebei ploegen die hele goede kans hebben om de nacompetitie via de stand te bereiken. Commentaar bij de beelden is van Michiel Teling. 10 minuten gespeeld in Leeuwarden en Stormvogels Telstar is tot dusver de betere ploeg. Pinto, de rechtsback, heeft Van Dijk tegenover zich. Pinto dan maar zo voorzetten. De kopbal is van Kantelberg en gaat erin. Het is 1-0 voor Stormvogels Telstar. En daar gaat de doelman van Cambuur, Peter van der Vlag, niet helemaal vrij uit. Daar, mooie kopbal van Kantelberg. De doelman staat te ver voor zijn doel. En hij staat met 1-0 voor Jan Poortvliet. De Ridder met het hoofd naar Kantelberg en weer terug. André de Ridder, Kantelberg. Het kan weer terug naar de Ridder. Kantelberg, goed gespeeld. En afgerond. Het is heel erg stil in Leeuwarden, want Stormvogels Telstar komt op 2-0. Er zijn pas 16 minuten gespeeld. Een uitstekende combinatie. 4-5 man het bos ingestuurd. 4 man, 5 man van Cambuur. En Kantelberg maakt zijn tweede. Stormvogels nog altijd beter, maar nu een vrije trap voor Cambuur. Na het duel tussen Holwijn, die in de basis staat ten koste van Houwing, en Galata. Vrije trap van Bronckhorst. Akacar is helemaal vrij en Cambuur is terug in de wedstrijd. Vlak voor het einde van de eerste helft scoort Jamal Akacar. Het is pas zijn vijfde dit seizoen voor Cambuur, maar wat staat hij vrij? En ook moeilijker, de doelman van Stormvogels Telstar twijfelde. Bijna 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Balbezit voor Nijssen. Daar was Holwijn. Dit is een schot van Bronckhorst. Geen doelpunt. Het is eigenlijk ook geen hoekschop. De bal werd door niemand geraakt, maar het is wel gelijk. De gelijkmaker van Angelo Zimmerman. Merkwaardig dat er een hoekschop werd gegeven, maar aan het doelpunt daarna valt eigenlijk niets aan te merken. Het is gelijk en Cambuur is helemaal terug in de wedstrijd. Je krijgt zelfs het gevoel inmiddels dat Cambuur gewoon gaat winnen. Dat zou knap zijn, want de ploeg stond gewoon met 2-0 achter. Hoewel, dit is Van Heulen, Slory, geen buitenspel voor Pater. Pater kan zelf scoren, dit is ook geen buitenspel van Slory. En Stormvogel staat weer op voorsprong. En zo geeft de ploeg van Jan Poortvliet een voorsprong van 2-0 uit handen. Maar is het inmiddels gewoon weer 3-2. En is de doelpuntenmaker Andwelle Slory volgend seizoen spelend voor Excelsior. Akacar, niet handig aangespeeld door Schuiteman. Slory, Pater voor 4-2. De redding is er van Van der Vlag, die meteen Schuiteman, die ploeggenoot Akacar in de problemen bracht, de huid vol scheldt. Schuiteman, die overigens deze week zijn contract verlengde met 1 jaar. Van Dijk. Nu moet de voorzet komen naar de lange Jan Bruin, die zojuist is ingevallen voor Van Rijswijk. Daar is Bruin. En hij heeft de gelijkmaker op zijn schoen, maar nu doet hij het niet. En dat deed hij wel eerder van de week tegen Veendam. Nog altijd 3-2 voor Stormvogels Telstar. Goeie bal van Ferrier, de huurling van Helmond Sport. En de goal van Lettinga, die hem ook af had kunnen geven, maar het zelf afrond. 4-2 voor Stormvogels Telstar. En na het puntenverlies vorige week tegen Veendam voor Cambuur verliest het nu thuis van Stormvogels Telstar. En Stormvogels het verloor vorige week van Topos, maar dat lijkt een incident.